Dit is een mini-review van de Valve Steam Deck Handheld Game Console. Met daarin de antwoorden op vragen als: welk type moet ik kiezen? Welke games kun je erop spelen? Hoe lang gaat de batterij mee? Is ze zijn geld waard? Hoeveel moet ik zelf instellen? Hoeveel kan ik zelf instellen? Is hij te tillen? Hoe is het geluid? En is het dus een aanrader of niet? Als je straks wat aan de review gehad hebt, laat het dan alsjeblieft even weten met het duimpje of met een abonnement op mijn kanaal. De Steam Deck van Valve heb je in drie typen. Ze verschillen alleen van elkaar in de omvang van de opslag, op het matte scherm van de 512 GB variant na. Maar daar kun je ook voor 10 euro zelf een matte screen protector voor kopen. Maar welke van die drie typen Steam Deck moet je nou kiezen? Die met 64 GB eMMC intern geheugen, de 256 GB SSD of de 512 GB SSD schijf. Ik heb gekozen voor de 64 GB variant en daar heb ik geen spijt van. Hij is 200 euro goedkoper dan de 512 GB versie en uit tests op internet blijkt dat hij even snel of sneller is. Maar aan 64 GB alleen heb je niet genoeg. Daar moet je echt een SD-kaart bij hebben. Ik kocht voor 115 euro een hele grote en voor een SD-kaart een hele snelle in de aanbieding. Het is een 1 terabyte SanDisk Extreme Pro. Merk je daar nou wat van met laadtijden? Ik vind de opstarttijd en de laadtijd van AAA-games als Horizon Zero Dawn en Cyberpunk goed te doen. De laadtijd uit standby-modus is niet heel. Een opstart van het Steam Deck zelf, wanneer die nog helemaal uit is, is circa 40 seconden. De laadtijd wanneer je een game opstart en weer verder kan spelen waar je gebleven was, is rond de 2 minuten. Mocht je desondanks spijt krijgen van je keuze voor het 64 GB model, dan kun je wanneer je een beetje handig bent voor veel minder geld later achteraf een SSD inbouwen. Onderaan in de omschrijving stop ik een link naar een video waarin ze uitleggen hoe dat moet. De bediening van de Steam Deck gaat prima met de pookjes, buttons, schouderbuttons en touchpads op de Steam Deck. Zo heb je alleen de Steam Deck nodig en verder niks. De Steam Deck heeft zelfs 4 buttons onderop. Je kunt de Steam Deck ook met je Bluetooth controller gebruiken als je dat wil. Hij is compatible met een veelheid controllers. Het is helemaal handig als je de Steam Deck via USB-C en HDMI wil aansluiten op een externe monitor of op je tv. Dat kan met een USB-C naar HDMI-kabel, maar nog beter met een docking station, want dan kun je tegelijkertijd je Steam Deck op de voeding aansluiten en heb je ook nog een paar USB-A aansluitingen en, afhankelijk van welk docking station je kiest, een bedraden netwerkaansluiting. Opvallend is dat de Steam Deck ook goed presteert op zo'n grote 4K-televisie. Vanzelfsprekend gebruik ik niet de hoogste resolutie, maar de Steam Deck houdt het goed bij. In deze modus is het helemaal nodig dat je de Steam Deck ook op de stroom aansluit, want anders is hij nog sneller leeg dan wanneer je mobiel speelt. De Steam Deck is eigenlijk een volwaardige PC, maar dan in een mobiel gamingjasje. Het gebruikt als operating system een versie van Linux met een heel gebruiksvriendelijke grafische schil. Als je wil, hoef je daar ook nooit uit, want er is, als je wil, genoeg te configureren binnen die simpele grafische schil. Maar je kan er ook uit door over te schakelen naar bureaubladmodus. In dat geval kun je de Steam Deck nog steeds bedienen met de controls op de Steam Deck zelf als je dat wil, onder andere met de touchpad. Maar het is veel gebruiksvriendelijker als je een toetsenbord en muis aansluit op het docking station. Op zich hoeft dat niet bedraad en kan het ook via Bluetooth, maar het gaat, zeker de eerste keer, wat makkelijker met een bedraden muis en toetsenbord. Dit SteamOS is een aangepaste versie van Arch Linux en zelfs de desktopversie is gebruiksvriendelijk. Met allerlei toepassingen die we ook kennen van Windows en Mac toepassingen, zoals de verkenner en bijvoorbeeld een webbrowser. Ook kun je Firefox installeren en dan vervolgens YouTube bezoeken en afspelen.
Het is een enorm veelzijdig apparaat in zijn prijsklasse. Het biedt allerlei tweakmogelijkheden voor diegenen die daar zin in hebben. Tot en met de installatie van allerlei emulatoren en ROMs van retro games via het internet. Maar als je daar geen zin in hebt, dan heb je daar helemaal niks mee te maken en kun je genieten van de gebruiksvriendelijkheid van de grafische schil van SteamOS en het gemak van Steam. De Steamwinkel biedt een enorme hoeveelheid aan PC-games en die zijn vaak betaalbaarder dan de games van Nintendo voor de eveneens mobiele Nintendo Switch, waarover ik eerder een review maakte. Zie daarvoor de link rechtsboven. Daarnaast zorgt de Steam software ervoor dat in de cloud wordt opgeslagen waar je gebleven bent in een game. Je kunt dan op een ander apparaat, bijvoorbeeld je gaming PC, verder spelen. En vervolgens daarna, als je weggaat, weer verder spelen op je mobiel. De mapping daarbij van de controls naar je Steam controls of je externe controller gaat automatisch. Bij verschillende games wisselen zelfs de aanwijzingen die je voor de knop op je controller krijgt in de game mee. Als je op je Steam Deck speelt de A, B en X en Y knoppen of het vierkantje, cirkeltje, driehoekje, etc. als je met een PlayStation 4 controller speelt. Niet elke game ondersteunt alles, maar er is een speciale sectie in de Steam Shop die geweldig op dek heet. Daarin staan games die goed op de Steam Deck spelen. Daarin kun je precies zien welke Steam-functies, zoals cloud-synchronisatie, worden ondersteund. Daar vind je games zoals Horizon Zero Dawn, Cyberpunk en Elden Ring, maar ook een recentere game als Hogwarts Legacy. Ik heb nog geen multiplayer op de Steam gespeeld, maar ik kan me zo voorstellen dat de echte gamer die wil winnen geen genoegen neemt met de latency van wifi en bluetooth controllers en ook op een groter scherm wil gamen. Maar dat is dan de prijs die komt met mobiliteit. Dat is, lijkt me, voor de meeste gebruikers ook geen probleem. En als je wilt kun je natuurlijk ook gedokt spelen. De mobiliteit van Steam Deck is prima voor een PC-compatible machine. Maar hij blijft nogal chunky als je hem vergelijkt met de Nintendo Switch en helemaal met de retro handheld emulator Abernic RG35XX. Toch vind ik dat om te gamen wel lekker. Dan heb je iets om vast te houden en te mishandelen. De Steam Deck komt in alle uitvoeringen met een goede etui voor onderweg. Voor de zekerheid heb ik voor circa 10 euro ook nog een screen protector gekocht om krassen op het scherm door ongelukjes te voorkomen. Mijn screenprotector heeft ook nog een matte coating, want de Steam Deck spiegelt behoorlijk. Behalve de 512 GB versie, want die heeft een mat scherm. Het scherm in de Steam Deck is overigens prima en helder, hoewel ik op mijn leeftijd inmiddels een leesbril nodig heb om de kleine lettertjes in Horizon en Cyberpunk te lezen. Het is natuurlijk ook een keerzijde van mobiliteit, dat je scherm een stuk kleiner is dan met een externe monitor. Overigens wordt in de Steam Shop wel duidelijk aangegeven wanneer de lettertjes echt te klein worden om te spelen op het Steam Deck. De Steam Deck weegt ook behoorlijk zwaarder dan bijvoorbeeld de Nintendo Switch en de Abernic. De Steam Deck weegt 670 gram, de Nintendo Switch 314 gram en de Abernic slechts 165 gram. Maar natuurlijk is dat appels met peren vergelijken. Alleen zo heb je een beetje een idee. Voor de mobiliteit is natuurlijk ook de levensduur van de batterij van belang. En dan komen we bij het echte minpunt van de Steam Deck. De batterijduur is echt beperkt. Ik speel de Steam Deck binnen 2 uur helemaal leeg. Dat is natuurlijk wel echt weinig voor onderweg. Ik moet wel zeggen dat de helderheid van het scherm altijd op maximaal staat bij mij. En ik niet wil inleveren op resolutie, grafisch detail en framerate om de batterij te sparen. Dus je kan er vast wel meer tijd uit persen bij grafisch minder zware games. Maar als je langer weggaat en je wilt kunnen gamen, zou ik zeker een externe batterij meenemen. Of een lader als er ergens een stopcontact in de buurt is. Je hebt dan wel een zwaardere batterij nodig, althans dan gaat het laden sneller. De door de fabrikanten opgegeven speeltijden zijn 2 tot 8 uur bij het Steam Deck, 5 uur voor de Abernic en 2,5 tot 6,5 uur voor de Switch. Mijn eigen ervaring is dat de batterij van de Switch echt belangrijk veel langer meegaat dan die van de Steam Deck. Maar dat zie je dan natuurlijk ook aan de veel eenvoudiger graphics op de Switch en de Abernic. Dan zijn we aangekomen bij de samenvatting met de 3 sterke punten van de Valve Steam Deck en de 3 aandachtspunten. Ten eerste de 3 pluspunten. Het eerste punt is de veelzijdigheid van de Steam Deck. Het is eigenlijk een mini-PC die je helemaal kunt tweaken en naar je hand kan zetten als je dat wil. Als je daar helemaal geen zin in hebt, hoeft dat niet.
De combinatie tussen SteamOS en het Steam-ecosysteem maakt het je makkelijk en gebruiksvriendelijk. De settings worden automatisch aangepast, je games gesaved en je kunt verder spelen op je desktop, PC en andersom. En je kunt gebruik maken van de Steam Shop, waarin games aantrekkelijker zijn geprijsd dan bijvoorbeeld de premium games in de Nintendo Switch Shop. Check wel even van tevoren in de Steam Shop de compatibiliteit van de games met de deck. Ten tweede, value for money. De 64 GB versie van de Steam Deck is aantrekkelijk geprijsd. Kocht de Steam Deck tijdens zijn eenjarige verjaardag voor €377. Het gerucht gaat dat Valve niet veel aan de verkoop van deze hardware verdient, maar dat compenseert met de verkoop van de software. Hou er wel rekening mee dat je een SD-kaartje moet betalen. Een 256 GB SD-kaartje is toch wel echt het minimum als je meer dan één AAA-game tegelijk speelt. En dan het derde pluspunt is de mobiliteit van de Steam Deck. Je speelt met het grootste gemak onderweg of beneden in de woonkamer op de bank. Als je wil, kun je hem ook ergens anders op een monitor aansluiten met een dock of een dongle. En dan spelen met je controller. Als je langer wilt spelen, zorg dan wel voor een krachtige externe batterij, zodat je verder kunt spelen als de stroom op is. Dan de drie minpunten. Het eerste minpunt, en dat is eigenlijk het enige echte minpunt, dat is de batterij. Die is wel heel snel op bij grafisch intensieve games. En dat is lastig bij een handheld console die echt voor onderweg bedoeld is. Die mobiliteit wordt minder als je ook nog een extra batterij moet meenemen. En dan de twee wat kleinere minpunten. De leesbaarheid van tekst op het kleine scherm is behelpen. Dat is natuurlijk een trade-off met portabiliteit. Koop een leesbril of een HDMI-kabel om hem op de tv aan te kunnen sluiten. En als laatste het geluid op de ingebouwde speakers. Die is niet geweldig. Gebruik je bedraden of draadloze koptelefoon. Al met al ben ik blij met de Steam Deck. Ik ben er weer door aan het gamen geslagen omdat je zo makkelijk een grote game even een stukje wegspeelt, zonder dat je daarvoor op je zolderkamer achter een desktop PC hoeft te kruipen. De Steam Deck is inmiddels goed leverbaar. Ik had hem binnen een week thuis in handen en ik kan hem van harte aanraden. Voor mensen die mobiel willen gamen, maar niet het alleronderste uit de kant willen. Onderaan in de omschrijving vroeg ik dingen toe die ik na het opnemen van de video ontdek. Sommige voor- en nadelen ontdek je immers pas later. Voor een volledig verbeeld is het dus verstandig om daar ook nog even te kijken. En dit was alweer de mini-review van de Valve Steam Deck. Heb je er wat aan gehad? Laat het dan alsjeblieft weten met een duimpje. Vond je het niks? Laat dan gelijk even weten waarom niet. En ook als je vragen of feedback hebt en neem een abonnement op dit kanaal.